weten jullie nu wat chickies zijn? Nou, de tweede rij, weet jij wat chickies zijn? Chickies. Hij denkt dat het antwoord het herhalen van het woord is. Wat zijn chickies? Chickies. Wat zijn dat? Mooie vrouwen. En hoe oud zijn die mooie vrouwen? Ik ga herhalen wat hij zei. Dit is echt. Hoe oud, ik vroeg, hoe oud zijn die vrouwen? Toen zei hij, ja, dat hangt van de leeftijd af, hè? Ja. Ik was al bang dat dat een applausje zou opleveren. Ja. Oké, welke leeftijd, wanneer zijn ze chick en wanneer niet? 23. 23? Heb je iets goed te maken met iemand? Hoe oud ben jij? 23. 23. Een beetje over mijn rug heen lopen neuken vanavond. Ik dacht het niet, maar. Gewoon een eerlijk antwoord geven. Ben jij een chick? Als je op straat loopt en mensen roepen, hey, chick, denk je dan, ja, dat ben ik. Dus dat zeg je? Wat zeg je? Dat vind je niet prettig. Oh, sorry hoor. Jezus. Wat voor een relatie hebben jullie? Schat, kom jij even thee brengen? Ja, dat hangt er vanaf of ik het breng. Chick. Ja, sorry, dat vind ik niet zo prettig. Wat een goede relatie. Stel, ze roepen het heel lief. Zo, hey, chicky, chicky, chicky. Denk je dan, ja, dan ben ik jikkie, jikkie. Nee. Nee. Stel, ze roepen. Hey, chick! Kom eens hier, chickie, kom eens hier, chickie! Chickie, kom eens hier met die kontje, kom eens hier, chickie, kom eens hier, hè! Chickie, kom eens hier, hè! Kom eens hier! Wat doe je dan? Dan ren jij heel hard weg. Omdat het buitenlanders zijn zeker, hè? En dan ga je jouw vriend bellen, kom snel hierheen! Ja, dan hangt er vanaf of ik kom, hè? Daar zit een heel jong meisje. 1, 2, 3, 4. Hoe oud ben jij? 24. Is dit een compliment of juist niet? Dat weet je niet. Als ik het over chicks heb, aan welke leeftijd denk jij dan? Weet ik het. Ik ben gewoon aan het zitten, Leon. Hoe oud? Hoe oud ongeveer? 20 of zo. We zitten hier allemaal hoog. Een echte chick, ik kan het jullie uitleggen, is 18. Ja, voor heel veel kwartjes vallen. Oh. Nee, maar ik kan het uitleggen. Een chick moet 18 zijn. Voor die tijd is een chick geen chick. Ik kan het weten. Ik heb zelf 6 chicks. En ja, het is weekend geweest. En ik noem ze ook. Ik noem ze ook chicks. En zij noemen mij iets van de grote Leon. En het mooie. Ja. En het mooie aan het contact met mij en mijn chicks is de helderheid. Ik hou heel erg van helder contact. Als ik met mensen praat, dan wil ik dat aan beide kanten van de communicatie helder is waar je aan toe bent. En met die chicks glashelder, weet je. Zij kijken op naar mij, ik kijk neer op hen. En het werkt. Misschien moet ik even uitleggen waarom ze 18 moeten zijn. Voor die leeftijd zijn ze nog geen echte chick. Waarom niet? Omdat ze dan een soort van veiligheid om zich heen hebben. Van ouders, van vriendinnetjes. Daarna, als ze 18 worden, komen ze in een wereld terecht die spannend is. He, die is moeilijk. Met keuzes waar ze nog nooit over nagedacht hebben. Over school, over ruzie met je zus, oorbellen. Op zo'n moment ben ik er. Een stukje rust, een stukje advies, een stukje pijples. Oké, horen jullie hoe jullie zelf lachen? Of? Jullie lachen zo, zo. En waarom? Hebben jullie het dan allemaal beter voor elkaar? Of? Nee, ik bedoel, ik kan me voorstellen als jullie allemaal echt een perfect liefdesleven hebben, dat je dan kritiek gaat leveren over andere mensen, maar voor die tijd, ik snap. Ik wacht even, ik ben even helemaal. Waar halen jullie zeg maar de arrogantie vandaan om hier over te lopen oordelen? Nee, maar even voor de, ik sta hier dingen te vertellen die gewoon waar zijn, ja? Dit is mijn leven, dit is echt. Nee, maar hoezo? Oké, wacht even, kappen maar lachen nou, luister.
Luister, er staat hier iemand, ja, zijn hart te openen voor jullie, ja? Er staat hier iemand eerlijk te zijn, oprecht, betrouwbaar, bam, voor jullie. En wat gaan jullie dan doen? Lachen, gaat er een Mogol lachen, lachen jullie eroverheen? Oh, tuurlijk, lacht de spanning maar weg. Maar dan maakt het niet beter, nee. Ik sta fucking voor lul nou, wat is het allemaal? En waarom? Omdat jullie geld hebben betaald? Fuck you, fuck you, fuck you! Met je kutbetonnen circus tent, rot op man! En dan klappen en denken dat het voorbij is. Super triest! Waar halen jullie het gore lef vandaan om met z'n allen te gaan lopen zeiken over één iemand hier? Waar? Zeg het dan waar! Homo! Oh, 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 oh. Kutvolk, daar zijn jullie! En nou? En jullie verwachten nou dat ik doorga of zo? Is dat het? Hoe denk jij dat je hier nog kan gaan lopen vertellen als je dit soort mensen voor je neus hebt? Wat moet ik nou nog vertellen? Wat moet ik nou in godsnaam nog vertellen waardoor ik het idee heb dat jullie mij vertrouwen en ik jullie vertrouw? Nee, neem maar niks meer, man. Het is dezelfde reactie die ik krijg op van die feestjes. Weet je, ik kom heel vaak op feestjes georganiseerd door mensen met een relatie. En die nodigen dan andere mensen uit met een relatie. En dan staat er één gast bij de deur en die begint altijd met... Hé, Leon, waar is jouw vriendin? Hé, waar is jouw... Jongen, weet ik veel. Huisarrest. Tienertour. Ik heb geen idee, jongen, echt niet. En dan krijg ik dezelfde reactie. Ho, 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 ho.